Op social media circuleerden er diverse memes die de indruk wekten dat het politieopleidingscentrum zou uitpuilen met lockdown-overtreders. Niets van waar. De STVS-redactie nam op twee momenten polshoogte bij het POC aan de Kommewijnenstraat, namelijk om 12 uur en om 2 uur in de nacht. Morgen, het is al 1 januari 2021. Alvast een gelukkig nieuwjaar naar een ieder die thuis zit. En nou, zoals u kunt zien, zijn we nu bij POC. Als u naar achteren kijkt, dan is de poort gesloten, maar er is niemand hier. Voor de rest dachten wij dat er een extra controle zou komen met 31 december op 1 januari. Want de regering had al aangegeven dat mensen te vaak bij elkaar kwamen en dat wilde de regering voorkomen. Volgens Rachel Deekman, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, golden de COVID-19 maatregelen ook tijdens de jaarwisseling. Dat wil zeggen dat ook tegen lockdown-overtreders zou worden opgetreden. Er hebben zich diverse calamiteiten voorgedaan tijdens Oud op Nieuw. Van auto's die over de kop zijn gegaan tot diefstal met geweldpleging. Volgens Deekman heeft één persoon steekverwondingen opgelopen aan het dijbeen tijdens de roofoverval. De beroving is gepleegd door twee mannen gewapend met messen. Zij hebben de plaats te voet aangedaan en verlaten. Volgens het voorlopig politioneel onderzoek lag het slachtoffer in zijn auto langs de weg te slapen. In zijn slaap werd hij overrompeld door de verdachten die hem de steekverwondingen toebrachten. De rovers zijn met 2000 SRD ervandoor gegaan.